Sinds ik ervoor uitkom dat ik PVV stem, ja, ben ik al zoveel werk kwijtgeraakt. En zoveel mensen die niet met je praten willen. En zeiden, ik ben het wel eigenlijk al een beetje gewend, ja. Henk Bres is ontslagen bij de Posthoorn. Een verlies? Ik denk het wel. Ja, zeker. Las u het graag? Ja, ik hou ook van die directe meningen. Ik zal even laten zien wat hij had getwitterd namelijk. Vindt u dat terecht? Enigszins wel. En de andere kant denk, nou ja, je mag toch zeggen wat je wil. Vindt u het terecht dat hij daarom is ontslagen om die tweet? Nou, ja, ik snap het wel. Want het is natuurlijk niet echt handig om dat te zeggen. Maar heel veel mensen denken zo, denk ik. Hij zegt het. Je leeft in een vrije land, dat zeggen ze dan. Maar of het zo is, dat met vraagtekens. Wij gebruiken hier op Scheveningen en Den Haag die woorden wel vaker. Maar ja, dat is toch internationaal, denk ik. En op dat niveau kan dat eigenlijk niet. Want hoe makkelijk nemen Haagenezen en mensen uit de omgeving van Den Haag het K-woord in de mond? Ja, heel makkelijk. Elke zin komt dat woord wel voor. Niet als scheldwoord bedoeld, maar het is gewoon ja, het hoort bij taalgebruik in Den Haag, denk ik. Meneer Bres, u bent ontslagen als columnist bij de Posthoorn. Wat is er gebeurd? Nou ja, ik kreeg een berichtje dat ik, tenminste, ik werd gebeld. En toen werd er gezegd van, Henk, ja, je bent nu luisterduur geworden van de PVV. En we hebben toch wel wat mailtjes gehad en berichten daarop. We zijn bang dat je politieke dingen gaat uitdragen in je columns. Maar ik heb al sinds ik ervoor uitkom dat ik PVV stem, ja, ben ik al zoveel werk kwijtgeraakt. En zoveel mensen die niet met je praten willen. En ze zeiden, ik ben het wel eigenlijk al een beetje gewend. En ik zei, nou, als dat jullie beleid is, jullie policy, dan is, ja, heb ik daar best vrede mee. Totdat ik ineens bij de Telegraaf las dat het, ja, ze konden niet met het een tweetje overweg. En nou, dat tweetje, dat is al weet ik hoe lang geleden. En daar is nog nooit een woord over gevallen. Want er is naar buiten gebracht alsof de tweet de oorzaak zou zijn van je ontslag en niet je lidmaatschap van de PVV als lijstduwer. Ja, dat klopt. En daar ben ik heel erg pissig over. Ik denk, zeg dan gewoon de waarheid. Liegen doe ik niet. Je kunt van mij zeggen wat je wil. Maar liegen, waarvoor zou ik nou liegen? Waar was je tweet überhaupt een reactie op? Dierenmishandeling. Daar ben ik een felle tegenstander van. Ik haat het. Ja, een paar gasten die trokken dan heel langzaam een hondje van een boom zo omhoog. Dat beest gilde. En je zag dat verdriet en de pijn in de ogen. En dan stonden ze met stokken, stonden ze hem af te ranselen. Dat beest, ja, ze hadden een jurk aan, geloof ik, en een baard. En dan zeg ik, ja, dat zijn kankermoslims. Ik heb vrienden als moslim, dat interesseert me niet. Maar op dat moment zijn er drie gasten die een hond zo verschrikkelijk mishandelen. Dan zijn het van mijn kankerhonden. Dat meen ja, dat is een rare woordspeler, maar kankerluiden zijn het gewoon. Dat woord cancel moslims. Dat is duidelijk op die drie gasten geweest die dat filmpje, die in dat filmpje die beesten mishandelen. En daar blijf ik gewoon bij, daar sta ik achter.